Ons kan so makkelijk inkoop in die idee dat een verhouding op een sekere manier moet werken. Die vooropgestelde idee dat die wittebroodsfase eerst komt, die verliefdheid, en dan die 7 sakke sout wat ons samen moet opeet. In die geval van Shani en Michael het het andersom gebeur. Hulle 7 sakke sout het baie vroeg gebeur en dit het hulle verhouding versterk. Shani moes haarself wel eers vind en onvoorwaardelik begin aanvaar en eerlijk wees met haarself voordat sy hierdie liefde kon begin deel met Michael. En dit is hierdie onvoorwaardelike aanvaarding van mekaar wat hulle so gelukkig maak.